Ferrys omhoog hij vierde vorig jaar zijn vijftigste verjaardag en lijkt geen moeite te hebben met het ouder worden. In een interview met Story deelt de GTSD-acteur zijn perspectief op het ouder worden. Nee hoor, ik vind het helemaal niet erg. Ferris ziet het als een voordeel dat je dingen steeds minder serieus neemt en alleen nog doet wat je zelf leuk vindt. Hij benadrukt het belang van zelfwaardering boven de mening van anderen en geeft aan niet meer bang te zijn om iets te missen. Zijn levensmotto wordt mede beïnvloed door het verlies van zijn vader Imre in 2015 op 72-jarige leeftijd en zijn broer Sandor op zijn 35ste. Die gebeurtenissen zijn zeker van invloed. Ik weet immers dat het van het ene op het andere moment zomaar afgelopen kan zijn. Ik denk nu, wat is nu het ergste dat er kan gebeuren? Nou, dat het misgaat. Als dat alles is, al dus Ferry.